dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is voor mij vandaag woensdag en de camera was leeg, dus ik hoop dat ik nog heel even kan kletsen. Maar het is woensdag vandaag en ik ben inmiddels wakker. Mijn wekker ging om 6:30. En toen dacht ik, nee, ik ga echt nog niet slapen. Of wel wakker worden. Dus ik ben terug in slaap gevallen en ik werd om iets over 7:30 werd ik wakker. Gesnapt, maar goed, het maakt niet uit. ik heb een kopje koffie gezet, ik zit lekker op de bank. In mijn badjas lekker een vlog van Elias for Real te kijken. Zijn allereerste vlog. Echt helemaal humor. Ik ga me zo klaarmaken, want ik zie er niet uit. En ik moet er wel een beetje representatief uitzien vandaag. Maar ja. Goedemorgen, jongens. Ik zie jullie zo als ik mijn sabiet heb klaargemaakt. Goed, ik heb mij even lekker klaargemaakt. Ik ben aangekleed. En ik heb een tasje om. Dit is heel raar. Mijn telefoon, mijn camera... spiegelt nu. Dit klopt wel. Heel raar. Ik zag net in één keer alles in spiegelbeeld. Maar goed, ik ben aangekleed. Shirtje aan, gewoon met lange mouw, met een V-hals. Blauwe lichtblauwe broek. Ik heb mijn sokken al aangedaan. Ik heb alleen mijn slof nog aan. En ik heb mijn Steve Madden tas weer om mijn nek. Want ik ga even boodschapjes halen. En de camera is leeg. Dus je lijkt lekker hier. Want ik ga überhaupt niet buiten lopen nu met de camera. Want het is glad. Dus ik heb de hik. Maar goed, dat ga ik nu doen. Goed, ik ben inmiddels al een behoorlijke tijd terug. En waarom zeg ik weer goed? Ik besef me nu gewoon dat ik dat veel te vaak zeg en het blijf zeggen. En dat moet ik niet doen. Maar goed. Ik ben terug thuis al de hele tijd al. Ik heb ook lekker een lunch meegenomen. Dus ik heb lekker een lunch met mijn moeder. En het is nu 3:04. Het is al wel later op de dag. Ik heb vanmiddag lekker met Milo geknuffeld. Alleen het nadeel daarvan was dat hij mij onderpiste. Mijn hele shirt was er zeiknat. Dus ik heb nu even zo'n crop top aangedaan. En gewoon blauw boek. Ik vind het eigenlijk wel leuk, maar het ziet er een beetje zomers uit. Of zo. Maar het kan geen kwaad. Dus nee, ik heb dat dus gedaan. En nu ben ik verder eigenlijk niks aan het doen. Ik ben mijn YouTube video's aan het terugkijken, want ik heb heel veel dingen gemist. En ik heb er nog een paar dingen geregeld. Want dat kan ik eigenlijk wel vertellen, want die vlog komt zondag online. Ik heb een video gemaakt van mijn oom. Die is namelijk vrijdag wordt hij 70. Ik ga jullie even hier neerzetten. Kan dat? Oh, dat staat al heel laag. Nou, maar niet uit. Mijn oom, die wordt dus vrijdag, wordt hij 70. Of 70, 50. Oh, wat erg. Nee, 50. En ik heb dus een videovorm gemaakt waarin je dus een soort verloop hebt aan foto's door zijn leven. Van zijn geboortekaartje tot en met nu. Het is echt heel tof geworden. Ik heb hem net, hij staat online, vergrendeld online, dus jullie kunnen hem niet zien. Maar ik heb net ook nogmaals naar mijn tante gemaild in de hoop dat dat goed komt. En dat mijn tante hem eventueel nog kan doen in de meet. Want we gaan namelijk vrijdagavond ga ik naar mijn opa en oma toe. Want ik ga daar een meet houden met mijn oom en familieleden, vrienden van hun en zo voor zijn verjaardag. Omdat we er natuurlijk niet bij kunnen zijn. Doen we het op afstand. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar ja, dus ik ben daar net de laatste paar dingen voor aan het regelen geweest. Vanavond gaan we een soort repetitie doen. Tenminste kijken hoe het verloopt, of het werkt, of het allemaal lukt, of we weten hoe het werkt. En ja, als dat duidelijk is, dan moet het vrijdag ook helemaal goed komen. Morgen moet ik trouwens werken, dus ik ben vandaag ook lekker een heel chill dagje aan het houden en lekker alles op mijn gemakje. Ik ga zo meteen in ieder geval mijn kleding voor morgen was klaar. Ik wilde eigenlijk deze broek morgen aandoen met een zwart shirtje. Denk ik. Ik weet het niet. Misschien een donkere broek. Even kijken. Dus eventjes mijn kleding straks klaarleggen. Maar dat komt allemaal nog wel. Het is zo gebeurd. Ik ga dus vanavond ook niet al te laat slapen. Alhoewel ik de laatste paar dagen toch wel redelijk op tijd in mijn bed ligt. Dus dat is wel weer fijn. Dus ja. Dat is een beetje mijn ding voor nu. Ik ben nu dus gewoon lekker een YouTube film aan het kijken. Lekker een beetje aan het chillen. Niet zo heel veel aan het doen. En het bevalt me eigenlijk wel eventjes. Lekker rustig. Mijn ogen staan ook echt serieus de hele dag al op een soort slaapmodus ofzo. Want ik heb heel onrustig geslapen vannacht. Echt heel erg onrustig. Dus mijn ogen staan echt al de hele dag van ik wil slapen, ik wil dicht, ik wil slapen. Maar dat wil ik niet, want dan ken ik mezelf. En dan ga ik vanavond niet slapen en dat wil ik ook niet. Dus laten we dat maar niet doen. Verder heb ik eigenlijk niks meer te vertellen. Ik heb alles opgeruimd hier. Er ligt alleen een badjas daar en een vest hier. En hier achter mij ligt nog een
ligt nog een shirtje. Dus ja. Dat was het hier. Oh jongens. Mocht je je trouwens afvragen of ik het warm heb hierin? Nee, dat valt wel mee. Buiten ligt er sneeuw. De zon schijnt wel, maar ik heb het niet warm. Ik heb de Google Meet klaarstaan, dat ga ik nu doen. Ondertussen ben ik lekker aan het kletsen met de date. En ja, ik ga er nu in vliegen. Ik ben benieuwd. Ja? Cloude camera, cloude geluid staat uit, zie ik. En de camera. Ja. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag. Donderdag. Ik moest heel even nadenken. Het is donderdag vandaag. En ik ben inmiddels wakker. Goed wakker alweer. Ik ben om 5:45 uit mijn eigen wakker geworden. Mijn wekker ging 6:30 pas. Oeps. Maar ik ben dus al half aangekleed. Ik heb mijn skincare gedaan. Ik moet zo alleen mijn make-up nog doen. En even mijn broek en mijn shirt aan. Ik heb gewoon mijn topje al aan. En ik zit nog lekker even in mijn badjas. Want ik heb nog zeer aan tijd. Letterlijk nog een uur en een kwartier. En ik heb geen zin om dan al helemaal ready te gaan zitten. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker rustig wakker worden. Even lekker een YouTube video kijken. Nog even chillen. Ik heb koffie. Dus heerlijk een beetje rustig opstarten. En zometeen lekker aankleden. Zometeen even een beetje make-up doen. Heel weinig, want ik ben niet zo heel veel van make-up meer de laatste tijd. Gewoon lekker natural. En mijn broek aan, shirtje aan. Dan ben ik helemaal ready. Het scheelt in ieder geval dat ik wel helemaal gewassen ben. Dus ja. Ik ga zo werken. Weer in de dierriem. Ik zou eigenlijk zelf gaan, maar ik heb gisteravond dan mijn opa nog terug. Hij zegt, joh meid, ik kan je ook gewoon brengen. Hij zegt, dat is veel veiliger dan met de bus en in de kou te gaan wachten. Ik zeg, joh, als je wil, heel graag. Want dan kan ik ook weer een uurtje langer blijven liggen. Dus dat is echt super lief dat hij me wil brengen. En zo vroeg uit zijn bed wil voor mij. Dus ik ben helemaal blij. En ik heb trouwens even andere oorbelletjes ingedaan. Voel me weer zo even leuk. Maar ja, goed. Even YouTube kijken en even mijn koffie lekker opdrinken. Goed. Mijn moeder misschien wakker, als ze niet wakker is, ik weet het niet. I'm ready. Bijna. Ik heb een t-shirtje aan, eronder een topje. Dat het gewoon best wel koud is. T-shirtje aan, een grijze broek, waar eigenlijk een lichtblauwe broek aan doen. Maar die heb ik niet aangedaan, want dat was een beetje koud. Die is een hele dunne broek, dus ik denk een slecht idee. Ik ga nu alvast mijn schoenen aandoen en ik doe zo meteen deze trui aan in plaats van een shirt met lange mouwen. Want dit is iets warmer. En ik gok dat het op de afdeling ook niet zo heel erg heet gaat zijn. Het is ook best wel koud omdat de deur daar regelmatig open gaat. Ondertussen is het trouwens, ik heb geen idee hoe laat we leven, 6:30 geweest. Nou, ik ben dus echt super ruim op tijd. Ik heb nog een uur. Maar goed, maar niet uit. Ik ben in ieder geval ready. Ik ga zo nog een kopje koffie pakken. Even mijn neus snuiten, want het zit door de droge lucht op helemaal vast. Mijn haar moet nog komen, dus er zijn nog wel dingetjes die ik moet doen. Make-up zit er trouwens op, gewoon mijn wenkbrauwen gedaan. Oogschaduw en een beetje van die Lash Volumizer. Ik doe verder geen mascara meer op eigenlijk de laatste tijd. Ik voel me niet echt verplicht toe ofzo. En ik heb gewoon zo'n zelftanning crème op mijn gezicht. Dus ik hoef ook geen foundation of dat soort dingen op te doen. Dat scheelt weer nog. Ik ga nu mijn schoenen aandoen. Ik doe trouwens vandaag weer eens mijn BK schoenen aan. Die bewerkte, die heb ik toen bij de TK Maxx gekocht. En die loopt echt heerlijk. En daar heb ik redelijk wel wat grip mee. Dat is toch wel handig als ik vanmiddag ook naar huis moet lopen. Het is nu best wel glad, want het heeft echt -15 gevroren vannacht. Dus het gaat heel koud zijn. Goed, ik ben inmiddels beneden. Ik heb eventjes een krentenbol in mijn tas gedaan. Ik doe even het licht aan. Ja. Zie ik in ieder geval even iets. Het is inmiddels. Ik heb trouwens even een andere popsocket erop gezet, want die andere was niet zo fijn. Het is 7:08. Dus dat is top. Ik zit nog wel heel erg nu met slaapoogjes ofzo. Ik ben wel wakker, goed wakker. Ik moet mijn haar nog doen. Dat ga ik wel even doen, want ik zie mezelf echt zo gewoon de deur uitlopen. En dan ben ik daar en dan denk ik, shit, nee.
Dus. Ja. Ik heb nog een half kopje koffie dat ik ook lekker op ga drinken. Even pijnstillingen nemen, want ik heb een beetje buikpijn. En dan ga ik naar mijn werk. En ik word gebracht, dus dat is super chill. Dus de camera gaat het was in en ik zie jullie als ik klaar ben, rond 11 uur. Goed, ik weet niet hoe verstandig ik hier aan doe om de camera te pakken. Maar ik ben net van echt serieus een spiegelbaan af, jongens. Echt voor het tehuis, waar de parkeerplaats is, is het zo ontzettend glad. Ik loop nu nog steeds echt heel krampachtig in hele kleine stapjes. Ik heb echt geen zin om mijn bek te gaan. Maar het is koud, jongens. Oh. Ik ben vanmorgen natuurlijk gebracht. Dus dat scheelde echt super veel. Maar ik heb nu gewoon tranenoog van de kou. Het is super koud. Het is ontzettend glad, want het gaat dooien. Maar het vriest ook gewoon gelijk weer lekker op. Dus het is één schaatsbaan. Ik loop echt met de meest korte stapjes ever. En ik kan je één ding vertellen. Ik ga zo meteen gewoon lekker wandelen op het fietspad. Ik ga echt niet op de straat lopen, want ik ga zo hard op mijn bek zo meteen. Ik ben sowieso iemand die snel onderuit gaat. Dus ik ga geen risico nemen. Ik ga gewoon het fietspad over. Kijk, dit ook, jongens. Dit is echt zo glad. Maar goed, ik overleef het wel. Ik ga naar de bus lopen, mijn hand in mijn zak stoppen, want ook die vriest er bijna af. Goed, kleine verandering. Ik zou eigenlijk naar huis gaan, maar Chantal appte dat ze er even uit wil. Dus ik ga een bakje halen met Chantal. Ik sta nu te wachten op beurs, metrostation. Chantal die komt nu deze kant op. En dan gaan we even een kopje koffie halen. Kijken of het een beetje aangenaam is buiten om een paar snelle kleine foto's te maken. En daarna dan gaan we nu naar huis. Maar warm is anders. Ik schrik me dood. Mijn telefoon. Houder, die valt elke keer naar beneden. Deze, heel irritant. Maar goed, goedemorgen jongens. Het is vandaag, vrijdag. Vandaag is de dag dat alles gaat gebeuren. Ik wou uitslapen, maar dat is niet van gekomen. Want iemand heeft mij wakker geappt. Helemaal leuk. Nou, is niet erg. Ik ga nog geen namen noemen, maar de date heeft me wakker geappt. Laat ik het daarop houden. Ik noem hem maar elke keer gewoon date. Ik weet het anders ook niet. Maar er is ook weer een foto naar beneden gekomen. Goed begin van de ochtend. Nee, valt wel mee. Nee, ik werd een zwakker geappt uit mijn bed. Dat ik dacht, oh, ik wil uitslapen. Maar goed, geeft niet. Het was wel gezellig. Even lekker gekletst. Hij is nu werken. Ik ga nu mijn ding doen. Ik ga mijn bed even opmaken. Dat heb ik nog niet gedaan. Ik ben namelijk naar beneden gegaan. De keuken opgeruimd. Badjas aangetrokken. Koffie gezet. En hier zijn we nu. Dus ik ga mijn bedje even opmaken. En daarna moet ik nog een video bewerken. Ik ga mijn haar zo meteen eventjes doen, want het ziet er niet uit. Ik heb gisteren gedoucht, maar het zit helemaal wild. Oh, oh, oh. Maar goed, maar niet. Ik heb trouwens mijn haar aan de andere kant gedaan. Mocht het opvallen nu in één keer, dat klopt. Ik wil kijken hoe dat zit. Want naar die kant vind ik het niet fijn en het zit ook helemaal overeind. Dus ik wil kijken hoe het zit als ik het naar deze kan doen. Misschien bevalt me dat wat beter. Dus ja, wat ik verder vandaag ga doen, eigenlijk geen idee. Ik ga straks alles opladen, dus zorgen dat alles opgeladen is voor vanavond. Dat is wel denk ik het grootste probleem nu, of tenminste het grootste punt. Ik moet gewoon... Mijn badjas is nat. Ik moet gewoon zorgen dat alles opgeladen is nu. Dan heeft dat vanavond de minste effect. Dus ik ga zo meteen mijn laptopje ga ik aan de lader leggen. De hele avond. Of de hele dag. Zodat die vanavond gewoon helemaal vol is. Uiteraard neem ik de lader ook gewoon mee. Dus hij kan ook gewoon laden terwijl we bezig zijn. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe het vanavond gaat lopen. Ik ga het jullie wel laten zien. Ik ga hem alleen niet in beeld brengen denk ik. Maar ik ga wel jullie meenemen hoe het verloopt vanavond. En of het allemaal goed gaat. Sorry trouwens dat ik wat minder vlog, maar ik ben heel erg veel aan het kletsen met de date. Dus nee, ik heb het daar gewoon super gezellig mee en het is leuk, we hebben een goede klik. We gaan binnenkort afspreken, tenminste dat hoop ik. Dus daar ben ik gewoon heel erg mee bezig.
Ik ben een beetje afgeleid de laatste tijd, jongens. Maar goed, dat mag wel. Ik ben inmiddels 22 en eerlijk is eerlijk, ik heb nog nooit echt een vriendje gehad. Op de basisschool of zo. Dus het voelt allemaal goed en fijn. Maar goed, koffie opdrinken, bedje opmaken en dan gaan we verder. Ik heb in één keer een briljant idee. Dus wil je weten wat het idee is, check dan de video van komende woensdag. En dan zie ik je heel erg snel, maar ik ga stoppen met deze vlog. Ik ga beginnen aan het beste idee ooit. Tot woensdag. Doeg!